Jimmy Monteat besloot zijn manschappen te gaan helpen. Hij rende daarom door het open veld naar hen terug. Terwijl Jimmy terugrende, werd hij echter door een lichte Duitse mitrailleur gedood. Drie kwart jaar later werd postuum de Medal of Honor aan hem verleend. Dit is de allerhoogste onderscheiding die een Amerikaanse militair kan krijgen.